Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Wolkenvelden bevinden zich boven het noorden en oosten van het land, daaruit valt lokaal een spatje motregen. En verder was het ook vanochtend vroeg nog mistig, maar die mist is inmiddels opgetrokken. Een lokaal spatje regen blijft vanochtend mogelijk in het noorden en oosten, maar het stelt allemaal weinig voor en in de rest van het land gaat steeds meer plaatsen de zon schijnen. Vanmiddag is het dan ronduit zonnig in de zuidelijke helft van het land. Richting het noorden zijn er nog steeds meer wolkenvelden. En er kan nog een enkel druppeltje vallen, maar dat stelt weinig voor. 13 graden in het noordoosten, 15 in het zuiden. Vanavond overal droog en vrij helder. En in de nachtelijke uren daalt de temperatuur dan tot rond 4 of 5 graden. Dan kan er weer mist ontstaan. Morgenochtend tijdens de ochtendspits dus even rekening houden met de mist. Daarna trekt de mist op en krijgen we opnieuw in de zuidelijke helft van het land volop zonneschijn en in het noorden een mix van wolken en zon. Het blijft wel droog en het wordt zacht. 16 graden. Dinsdag is het ook nog redelijk weer, al trekt er later op de dag wel een gebiedje met lichte regen van noord naar zuid. En dat is dan de start van een wisselvallige periode. Vanaf woensdag dus dagelijks de paraplu nodig en de temperatuur gaat geleidelijk naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl